In die functie was u meerdere keren scheidsrechter bij de Westland Cup. In datzelfde jaar begon u als scheidsrechter bij de KNVB. Bijna 25 jaar heeft u op het hoogste niveau van de zondagamateurs gefloten. Niet alleen op de velden buiten, maar ook binnen bij zaalverbandtoernooien als u scheidsrechter. Als je als scheidsrechter alles wilt zien, moet je wel een beetje een haantje voor ze zijn. En dat past als spreken. Lees op wat ze met mij vertelde. Als vrijwilliger bij de Haagse scheidsrechtervereniging verzorgt u trainingen als gediplomeerd conditietrainer en was u voorzitter van de werkgroep Spelregels. Een uitdaging voor een perfectionist als u. En in 2017 stopt u als scheidsrechter na ruim 30 jaar op het hoogste amateurniveau actief te zijn geweest. Ook al bent u gestopt met fluiten, u bent nog steeds actief als begeleider en coach van scheidsrechters. U weet van aanpakken en u bent er altijd snel bij om te hulp te schieten. Zo was u ook spreekstalmeester bij de kerkenveiling in Honselsdijk. En u bent oprichter, bestuurslid en buurtprevent van buurtpreventie Honselsdijk. En is me verteld dat de criminaliteit sinds de oprichting flink is gedaald. Meneer Van Elswijk, u heeft al eerder voor uw scheidsrechterswerk de zilveren en gouden scheidsrechtersbeld ontvangen. En ook bent u onderscheiden tot scheidsrechter van verdiensten. En nu, voor al uw verdiensten, bent u, Cornelis Van Elswijk, bij koninklijk besluit van 25 september 2018 benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. U bent zorgzaam en opgewekt en u staat altijd klaar voor de mensen. Zo bent u bijna 40 jaar gastvrouw geweest bij het Oranje Comité Waterweg. En bovendien begeleidde en organiseerde u de kinderspelen en de kinderoptocht. En niet onbelangrijk, u verkocht de consumptiemunt. U was ook collectecoördinator van de Prinses Beatrix Spierfonds. En al 35 jaar bent u vrijwilliger bij de stichting Meositos Westland in Naaldwijk. U begeleidt daar mensen met een verstandelijke beperking tijdens het zwemmen en andere vrije tijdsbestedingen. En vooral deze verdiensten is mevrouw Cornelia Adriana Maria Kleiberg van der Valk bij koninklijk besluit van 8 februari 2019 benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. De Hoge Tuin in Naaldwijk. U schrijft stukjes voor het bewonersblad en schenkt wekelijks koffie en thee. Ruim 10 jaar lang was u scriba bij de ontmoetingskerk in Naaldwijk. U bent zeer betrokken en trouw bij alles wat u doet. En bovendien vindt u het fijn om uw kennis te delen. En dat blijkt wel uit de volgende activiteiten. Als vrijwilliger bij de studiegroep Genealogie Westland was u mede-organisator van tentoonstellingen en leverde een bijdrage aan verschillende publicaties. U was redactielid van het jaarboek Genootschap Oud-Westland en schreef meerdere historische artikelen. Sinds 1996 bent u als vrijwilliger bij het Historisch Archief Westland betrokken. U verzorgt rondleidingen, workshops en cursussen. Als specialist op het gebied van de genealogie heeft u veel bijgedragen aan het kopiëren en ontsluiten van de burgerlijke stand van de voormalige Westlandse gemeente. U heeft honderden bezoekers bijgestaan bij het doen van genealogisch onderzoek. En voor al deze verdiensten is de heer Gilles Johannes Cornelis Thomas Hamel bij koninklijk besluit van 19 september 2018 benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.
projecten als SOB Westland en de Culibus. Met de Culibus leren kinderen dat gezond eten ook lekker is, zoals fruitjes. U was actief tijdens Kom in de Kras en wierf nieuwe vrijwilligers. Kortom, u bent een echte Westlandse ambassadeur voor de glastuinbouw. U was 10 jaar lang voorzitter van de WFM, de Westlandse Federatie van Muziekverenigingen. U was mede-organisator van het Westland Festival voor het Havana Orkesten. En voor wie niet weet wat Havana is, Harmonie, Fanfare en Brass Band Fans. En met 10 tot 14 deelnemende muziekverenigingen is het het grootste muziekevenement van de regio. En verder organiseert u treurkampioenschappen en de tap door Westerland ten behoeve van mensen met een beperking. Als vrijwilliger was u secretaris en planningmeester van de muziekvereniging Eendracht Macht. En u beheerde de muziekbibliotheek en zorgde voor de verspreiding van nieuwe muziekstukken. En sinds 1996 bent u vrijwilliger en lid van de kerkenraad van de protestantse gemeente in Naamwijk. U organiseert de startzondagen en was lid van de muziekgroep ter ondersteuning van de kerkelijke musicals. En nu bent u actief als coördinerend ouderling en ziet u toe op pastorale werk. Voor al deze diensten is mevrouw Gesine de Bruin-Kruivenhoven bij Concord Besluit van 27 november 2018 benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. U bent sinds 1976 politievrijwilliger. We zien het ook al. U bent dus al 43 jaar actief en zet u met hart en ziel in voor de surveillance dienst bij evenementen, verkeerscontroles, wijkzorg, preventie en andere regionale evenementen. En ook wordt u regelmatig ingezet bij landelijke evenementen. Bij het bureau Beveiliging en Bewaking was u actief bij het onderhoud van de gepantserde voertuigen en deed u de administratie van verlofhouders van vuurwapens bij het bureau Bijzondere Wetten. U bent altijd inzetbaar en zeer betrouwbaar. En door uw behulpzaamheid en integriteit bent u in uw politiewerk een voorbeeld voor anderen. En voor deze verdiensten is de heer Auke Mulder bij Koninklijk Besluit van 5 april 2019 benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.